Een stadslab is een concrete plek in de stad waar partijen bezig zijn met innovatieve oplossingen. Oplossingen dicht bij de mensen die proberen eigenlijk hele praktische zaken daar te verbeteren. Dat soort plekken heb je overal in de stad. En wat een stadslab maakt, is eigenlijk dat we daar een concreet leertraject omheen zetten. Het is een leergemeenschap waarin je samen met partners kijkt wat voor oplossingsrichtingen je voor grootstedelijke opgaven kunt zoeken. En wat er mooi aan is, is dat je in die samenwerking echt aansluit bij bestaande initiatieven, bij energie die er al is. En je kijkt niet alleen naar praktische oplossingen, maar je kijkt ook naar wat erachter zit. Dus zitten er juist wat machtsstructuren in de weg? En wat zouden we daaraan kunnen doen? Hoe handelen we met elkaar? En daar reflecteer je op. Plein 4045 is een plek met een markt, het is een plek met een winkelcentrum, het is een plek met horeca, het is een plek waar de buurt samenkomt, het is een plek waar de gemeente gevestigd is, het is kortom een plek waar heel veel dingen samenkomen in de wijk. Als je dat gezamenlijke beheer op zo'n plein wil realiseren, dan moet je al die verschillende partijen dus met elkaar laten samenwerken. Wat dan ingewikkeld is op een plek zoals deze, is bijvoorbeeld dat je te maken hebt met allerlei ondernemers die ja, als loszand eigenlijk naast elkaar hun eigen onderneming voeren, maar niet per se gewend zijn om met elkaar een plan te ontwikkelen. Het Amstelhuis is een uniek woonconcept. Er zijn hier 120 sociale huurwoningen waar ouderen wonen, zelfstandig. En dat zie je niet vaak. Meestal is het dan een zorginstelling. En hier ja, wonen de mensen met elkaar. En studenten en onderzoekers spelen daar ook nog een rol bij. Zo ja, en dan beginnen we weer met op de plaats stappen. Van en met elkaar leren we over gezond oud worden. Daar weten de ouderen heel veel van. Maar ze kunnen ook van de onderzoekers en de studenten leren. Nou, wat ik echt belangrijk vind, is dat je met elkaar verantwoordelijkheid neemt. Dus je gaat niet alleen maar kijken, dit is het probleem wat andere mensen moeten oplossen. En als onderzoeker denk ik dat er dit en dit aan de hand is. Je gaat er samen aan staan. En zo kruip je gewoon heel dicht op de mensen die ermee moeten dealen. Je maakt jezelf mee verantwoordelijk. En zo probeer je echt aan oplossingsrichtingen te werken. Een stadslab is niet een magic bullet die binnen hele korte tijd je probleem oplost. Het vraagt, zeker bij complexe vraagstukken, vraagt het veel vertrouwen tussen partijen daar, maar ook met de kennisinstelling. In de jaren dat ik hier heb gewerkt, heb ik echt een vertrouwensband met mensen ook op kunnen bouwen. Een van de dingen die wij hier hebben gedaan is het afvalprobleem opgepakt samen met de ondernemers. We zijn met die ondernemers aan de slag gegaan om echt te kijken van hoe kun je het afval wat zo'n markt dagelijks produceert, wat enorme hoeveelheden zijn, hoe kun je dat circulair verwerken en hoe kun je daar een systeem voor opbouwen. En dat hebben we in de afgelopen jaren samen met hen opgebouwd en hebben we hen in ondersteund. Wat we zien is dat er een aantal mensen heel enthousiast zijn over het Living Lab en die willen eigenlijk altijd meedoen. Maar er zijn dus ook mensen die we niet bereiken. En dat is altijd een uitdaging van hoe kunnen we die nou ook verleiden om mee te doen. Want als je maar een beperkte groep mensen hebt waarmee je werkt, ja, dan is die op een gegeven moment ook onderzoeksmoe. Ja, het is in het werken binnen een stadslab constant zoeken naar wat ga je op welk moment doen. Ben je bezig met je onderzoek? Ben je bezig met de praktijk? Hoe komen die dingen samen? Het vinden van de balans, dat is wel een grote uitdaging van een stadslab. Mijn droom is dat er veel meer stadslabs nog komen in de toekomst, waar partijen echt zich gaan inzetten voor andere oplossingen, voor vernieuwing, waar partijen over hun eigen schaduw durven heen te springen. Het gaat over wat vind jij belangrijk voor de maatschappij. En als onderzoeker mag je daar helemaal niet zomaar een uitspraak over doen, maar je mag wel bij dat gesprek zijn en zorgen dat ook verschillende waarden en normen te sprake komen. En misschien mag je wel een positie innemen en dat gesprek faciliteren en ook zo ruimte creëren, dat vind ik echt prachtig als we dat met elkaar kunnen doen. We worden allemaal oud, dus het is wel belangrijk om meer daarover te weten. We worden ook allemaal steeds ouder. En hoe kunnen we dat nou op een manier doen dat we gezond blijven en het nog leuk vinden en gewoon nog mee kunnen doen. En het is goed als de jeugd, de studenten nu al daarover wat meer leren. Want zij zijn straks de ouderen. Wij willen heel graag dat dit Living Lab een ontmoetingsplek is voor heel de buurt, misschien wel heel de stad, om te leren over vitaal oud worden en zo lang mogelijk zelfstandig met plezier thuis wonen. Mijn ideaal voor een stadslab zou zijn is dat we nog veel meer kunnen werken aan het oplossen van lokale problemen, maar tegelijkertijd ook verandering op grotere schaal in de centrale stad mee kunnen nemen.